Het is de avond voor vertrek naar Polen. Ik ga een week met mijn vader mee naar Polen, naar Wim Hof. Die doet een cursus in extreme meditatie. Ik heb mijn tas ingepakt. Ik heb ontzettend veel hele warme dingen ingepakt. Ik heb een nieuwe skibroek en een nieuwe skijas. En nieuwe sokken en een nieuwe slaapzak en leggings en nou ja, alles erop en eraan. Ik ben eigenlijk best wel een beetje bang voor de kou die gaat komen. Ik hou helemaal niet van kou. En het idee om over een paar dagen in mijn badpak in de sneeuw te lopen, daar moet ik echt niet aan denken. Dat vind ik echt doodeng. Maar ook wel weer spannend. Ik heb wel zoiets van, nou, blijkbaar kan het. Maar ik weet niet of het ook met mij gaat lukken. Ja, ik vind het spannend om op avontuur te gaan met mijn vader. Zo zie ik het wel een beetje, op avontuur. Met z'n tweetjes op stap. Een beetje zoals ten tijde van het boek. Maar dan, ja, toch ook wel weer anders. Mijn persoonlijke doel, wat ik hoop uit de komende week te kunnen halen, is ja, controle over mijn lichaam, maar dat klinkt een beetje raar, maar dat ik beter naar mijn lichaam durf te luisteren en dat ik eigenlijk zodoende beter voor mezelf kan zorgen.